Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag hadden we een ontzettend leuke les van onze muziekjuf, juf Corine. Zij kwam vandaag langs bij ons en we waren blij dat ze er weer was en dat we met elkaar muziek mochten maken. Ze had geen muziekinstrumenten bij zich en toch hebben we muziek gemaakt met clapping hands. Ontzettend leuk en ik dacht, het is zo'n leuk idee wat ze deed, dat ik het leuk vind om met jullie te delen en zodat je het in je klas ook kunt gaan doen. Ik wens je veel plezier bij het bekijken van deze video en natuurlijk hoor ik graag of je het ook in je eigen klas hebt toegepast. Succes! Het idee is naar aanleiding van het volgende filmpje. En ik laat je kort even zien, op YouTube kun je het bekijken, het filmpje Hand Clapping Games 7's. En ik laat je heel kort even zien hoe dat eruit ziet. Yes. This is a game called 7's. We'll show you how to play and then we'll demonstrate some steps. Nou, dat was het. Sevens, het zijn stukjes van 7. En ik ga je uitleggen hoe dat precies gaat, dus kijk maar mee. Op het filmpje wat je net zag, daar ging het ontzettend snel. Maar als je dit in je klas wil aanleren, of als je dit filmpje aanzet in je klas, dan kunnen ze makkelijk meedoen als je het tempo wat langzamer legt, wat lager. Dus we gaan in slow motion gaan we even doen en we knippen hem in stukjes. Dus we beginnen met 1 en 2, die oefenen we even. Daarna doen we 3 en 4 en daarna proberen we ze aan elkaar te doen. Daar komt hij. Allereerst begin je met, zij sloeg op de tafel, wij doen op onze benen, doe maar met me mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rust. Die herhalen we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Appeltje eindje. De tweede regel die ze doen gaat als volgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die aan elkaar plak, dan klinkt je als volgt. Doe maar met mij mee. Dan heb ik twee regels aan elkaar geplakt. Als je die kunt, kun je ook door met de volgende regels. Dan gaan we nu naar regel 3. Regel 3 maakt je een soort boogje. Een soort rondje. Daar komt hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tellen we even door. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, misschien zag je wel, soms moet ik ook zelf nog heel even denken, hoe zit het ook alweer? Maar dit was nummer 3. Als we nu 1 tot en met 3 achter elkaar doen, dan klinkt het zo. Doe maar met mij mee. Weten we hem nog? We beginnen met tap op onze benen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is 3. En dan komen we nog bij 4. En bij 4 beginnen we gekruist. Dus dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Herhaal ik. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Doen we ze even achter elkaar. Dus deze vierde regel, zoals ik hem deed. En dan twee keer. En dan proberen we hem een beetje op tempo meteen mee te doen. Doe je mee? Dan gaan we. Ja, zijn we er klaar voor? Ik zie nog niet... Ja, ik denk dat het nu goed gaat komen. Dan gaan we. We beginnen dus gekruist, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is het. Nou, nu kan je hem helemaal achter elkaar doen, maar dan zou je denken, hoe gaat hij dan verder? Dat ga ik je ook vertellen.
Eigenlijk hebben we alle ritmes nu al geoefend. Kijk maar even met me mee, ik heb het voor je opgeschreven. We beginnen met 7 keer op je benen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daarna doen we tap, klap, tap, 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 tap. En zoals je weet doen we dus elke regel 2 keer. Dan gaan we naar de derde regel. Tap, klap, knip, tap, klap, knip, tap. Ik deed nu een klein rustje ertussen, maar eigenlijk ga je dus door. 4 is kruis, hè, want je begint gekruist. Kruis, recht, kruis, klap, knip, klap, tap. Doe je dat dus 2 keer, dus dan gaat hij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daarna gaan we naar 5. En als je goed kijkt, dan is 5 de herhaling van 3. Dus het is een soort piramide, je gaat omhoog. En via dezelfde weg gaan we weer terug. Want deze is hetzelfde als nummer 3. Dus dat betekent dat je dan doet. Dan doe je. Als laatst. En dan zijn we helemaal rond. Elke regel 2 keer. Je kunt hem natuurlijk eventjes op pauze zetten. En even goed kijken naar het schema. Dat schema zal je misschien helpen om dit ritme uit te voeren. En als je denkt dat gaat me lukken, dan kun je zo met me mee. Oké, zijn we er klaar voor? Dan gaan we de hele sevens in 1 keer achter elkaar doen. Kijk met me mee. Kijk op het bord. Of kijk naar wat ik doe. Ik hoop dat het goed te zien is voor je. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fout. Oh nee. Overnieuw. Ha, dan gaan we nog een keer. 1. Komt-ie? Gaat hij terug? En dat was hem. Nou. Ik zou zeggen, zet hem op de herhaling en doe het nog een keer. En als het goed gaat, dan kun je natuurlijk zeggen, we doen hem gewoon nog een tandje sneller. Met je hele klas, doe maar lekker mee. En dan heb je een superleuke muziekles met ritme. En ik weet zeker dat er nog veel meer te bedenken is bij deze. Nogmaals de dank aan juf Corine, die ons dit fantastische idee gaf. En ik vind het zo'n goed idee dat ik het graag aan je doorgeef. Fijne dag verder en veel plezier. Doei!